Het historisch centrum Leeuwarden heeft samen met Mayo Tichelaar een route gemaakt langs plekken die een rol hebben gespeeld voor de LHBTQ community. Tichelaar is blij met de komst van Roze Zaterdag, omdat hierdoor weer aandacht komt voor de problematiek van de acceptatie. En dat is nodig. Bijvoorbeeld jaar waren een stagiaire van het COC waarschijnlijk Hait en in de zuidwesthoeken van Friesland de zet vanwege zijn homoseksualiteit. Zijn, zo moet je maar op zijn. Ze. Maar het is er nog steeds, is het noodzakelijk. Een van de 28 punten op de route is klokstraat nummer 13. Hier had vroeger Douwe Meijer wonnen. En Douwe Meijer werd de eerste voorzitter van COC Friesland in Jontje 50. Die joeg gelegenheid hier in zijn huis om het te maken om de Jere te frutselen. En toen is hij oppakt door de plisje, dan is die man van de rug geweest. En nadat er in Den Haag een tredje morna zitten hier, moest er nog tredje Tretje hier in de psychiatrische inrichting in Beekbergen zitten. En daar is hij overleven. overleden. Daar vind ik vind het schandaal dat die man behandelen is, doe de steeds justitie. Sporen door het roze Leeuwarden is online te vinden of op te halen bij het historisch centrum Leeuwarden.